Na een machtige overvaart van de Atlantische Oceaan brengt het schoolschip op de 3 mei 1936 zijn kostbare vracht in de rustige Scheldemonding. Als een ongekende, eenvoudige kloosterling was hij vertrokken uit zijn land. Nu keerde hij naar dat land terug, geëerd door gans de wereld, gehuldigd door het hoogste kerkelijke en wereldlijke gezag, gedragen door de liefde van zijn volk. Boven de klassieke stad der stoeten reist de lieve vrouwentoren. Even kijkt hij door de straten heen en veel heeft hij gezien. Koningen en keizers deden er hun intocht. Maar nooit zag hij een hulde even groots en pietijdvol, even algemeen aanvaard en beleefd. Damiaan, wij bidden God dat wij u spoedig op onze altaren mogen vereren als onze heilige, de heilige der naastenliefde.